Dwayne The Rock Johnson. Een van de rijkste acteurs ter wereld, WWE-legende en meme-koning. Deze man leeft zo bizar. Zijn wekker gaat om tijden als ik vaak naar bed ga. Hij eet biefstuk als ontbijt. En hij sloopt de gym zo ongelooflijk hard dat hij niet eens tijd heeft om naar de wc te lopen. Ik bedoel, check dit filmpje. I go hardcore when I train. I don't have time to go to the bathroom. I find a bottle, I pee in it. And I keep training like a beast. En daarom ga ik de komende 7 dagen leven als The Rock. Let's go. Ik ga zijn heftige trainingsschema volgen en moet 7 keer per dag eten. En ik zeg je eerlijk, het ziet er nog wel lekker uit, maar het is niet lekker. Al het eten wat je hier namelijk ziet is niet gekruid. Er zitten geen lekkere sausjes bij. Het smaakt waarschijnlijk naar niks. En ik moet dit 7 dagen doen. Wat je hier ziet is ongeveer 6000 calorieën. Oh, dit wil je trouwens niet geloven. Ik ben hier 2 uur mee bezig geweest om dit te koken. Dit is zo absurd. Dit is mijn startgewicht en zo zie ik eruit. Ja, totaal niet als The Rock. Vat zo. Ik heb flink wat doelen voor mezelf de komende 7 dagen. Ten eerste wil ik dit afschuwelijke dieet volhouden. Daarnaast wil ik er na 7 dagen zo uitzien, want wie wil dat nou niet? En ik wil onverstandig zware gewichten kunnen tillen. Ja, als ik echt als The Rock wil zijn, is er één ding wat ik moet halen deze week. Persoonlijke records. Ik ga de hele week extreem hard trainen. En aan het einde van de week ga ik alle mogelijke gewichten op de stang gooien om te kijken of ik ook van steen ben. Er zijn 3 krachtoefeningen die ik ga oefenen en die het allerzwaarste zijn. Dit zijn namelijk bankdrukken, squatten en deadliften. Dus laten we eens even gaan kijken wat nu mijn record is. En schrik niet, want mijn record is niet heel hoog. Mijn record is namelijk 80 kilo maar. Ik heb namelijk een paar jaar geleden een enorm zware blessure gehad aan mijn borstspieren. Daarom druk ik dus nooit zo heel veel. Omdat ik bang ben dat het weer gebeurt. 80 kilo is dus mijn record, dus daarom ga ik nu 85 kilo proberen. 60, 80, 85. Gaan we dan. 3, 2, 1, go! Die warming-up was misschien wat beter. Holy shit, doet echt pijn. En dan gaan we naar een erg blessuregevoelige oefening, de squats. En moet je dit zien. Dit is wat ik van 5 jaar squatten heb overgehouden. Moet je eens goed horen. Komt-ie hoor. Oh. Voor de mensen die het nog niet goed gehoord hebben, hier komt-ie nog een keer. Ik weet dus niet eens precies wat mijn persoonlijke record is met squatten. Ik dacht dat het 85 kilo was, dus ik doe nu 90 kilo. Oké, ik zeg je eerlijk, die ging nog aardig. Nou, ik ben benieuwd hoe ik dit over een week doe, hoor. 2 PS zijn al gezet op naar mijn favoriete oefening. Ik heb al mijn gewicht op de stang gegooid. En ik ga deadliften. Het woord zegt het al, deadliften. 130 kilo, dat is wat ik ga doen. En dit is zo ongelooflijk dom. Want zoals jullie misschien wel weten, dit is een maandje geleden gebeurd. Ja, tijdens het leren van een sideflip ben ik akelig hard op mijn rug gevallen en ik voel die pijn nog steeds. Maar aan de andere kant, ik vind deadlift een van de leukste opdrachten die er is. Dus wat kan mij het schelen? Denk je dat het The Rock zou kunnen schelen? Natuurlijk niet! Daar gaan we dan! You're nothing! Let's go. It's about drive, it's about power. Oh, die voel ik in mijn rug. Deze oefening ga ik deze week ook kapot veel oefenen. Want eind deze week wil ik 150 kilo doen. De metingen zijn binnen en de week is van start gegaan. Hoe zou ik moeten beginnen? Generally I'll wake up between 4 and 4:30. Ja, donder even lekker op, joh. Weet je wat? Ik maak er 5 uur van. Het is nog geen 5 uur, kom op. So what, The Rock is altijd wakker. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours and take what's ours. Ik heb hier zo geen zin in, man. Ik ben echt... Oh, wie staat er op dit tijdstip? Oh, ben je gek of zo? Om te gaan trainen. Echt, check dit. Het is nog gewoon een beetje donker buiten. Maar The Rock is er klaar voor. En weet je wat The Rock altijd doet in de ochtend? Cardio, ja. Dus ook al wil ik het liefst nu slapen, het is tijd om te rennen. Serieus, als je moe bent in de ochtend, ga even lekker rennen en je bent helemaal weer wakker. Vooral als je bijna een hartverzakking krijgt. Kut, telefoon. Nee, shit. Oké, hij is niet stuk. We gaan verder.
Na deze 5 kilometer heb ik lekker gedoucht met mijn kale koffie. En toen ontdekte ik iets bijzonders aan The Rock. Ah, zo, dat was de heerlijke ochtend cardio. Geweldig. Het is tijd voor het ontbijt. En The Rock die drinkt nogal veel water. Hij zegt namelijk dit. En dan... I would have a gallon of water. Half gallon of water, actually, at that time. Ik moet in ieder geval half a gallon water drinken, oftewel 1,8 liter. En ik ga deze week alles heel goed bijhouden, dus ik moet dit gewoon altijd in één keer. Let's go. En dan moet ik nog 0,8 liter doen. Tch, dit slaat helemaal nergens op. Maar dan gaan we dan. 3, 2, 1, go. Oh, wat is dit vreselijk. Meestal drink ik een kop water als ik wakker word, maar 2 liter water bijna. Maar dan nog iets ergers, jongens. Ik moet biefstuk eten. Hier heb ik oprecht eigenlijk wel zin in, weet ik veel. Ik vond het water nog het ergst, joh. Dit is helemaal niet verkeerd. Dit is oprecht. Dit is gewoon top. Lekker biefstukkie. Ik vind het wel weer gek dat er havermout bij de biefstuk zit. Havermout is natuurlijk typisch voor het ontbijt. Maar goed, ik pak zo nog een kop water erbij. Dan gaan we voor die 2 liter. En we gaan dit even lekker oppeuzelen. 2 uurtjes daarna schoof ik maaltijd 2 erin. En ik merkte dat ik langzaam transformeerde in The Rock. Dus ging ik deze impressie nadoen. Who in the blue hell are you? Oké, dit moet ik even oefenen. Hè. Kom op, even pluk ik kabeljauw. Gaan we dan. Who? In the blue hell are you? Goed, lunch heb ik gehad en ik zit even lekker buiten te chillen. Want The Rock die neemt ook zijn rust. Maar het is zometeen tijd voor mijn eerste echte training. Ik ga vandaag mijn benen trainen. Dat doet The Rock meestal namelijk ook op de eerste dag van de week. Never skip leg day. Anders ben je een kleine bitch boy. Ja, dat zegt The Rock altijd. Ik moet trouwens even wat bekennen. Na het eten van maaltijd 4 ben ik kotsmisselijk geworden. Misschien was het door de intense workout. Maar ik denk in dit geval door de hoeveelheid eten. Always be a little boy. Who will go down in history always as The Rock's bitch. Normaal eet ik namelijk zo'n 2500 calorieën per dag. En nu moet ik er 6000 nemen. Dus weet je wat? Ik zet een joker in. Heb ik die? Nee, maar nu wel. Ik mag vanaf nu dagelijks 1 maaltijd skippen naar keuze. Wat alsnog betekent dat ik zo'n 5000 calorieën eet. It's the biggest piece of dog shit. That I have ever heard. Natuurlijk skip ik maaltijd 5, want ik wil niet weer vieze vis eten. Bitch. Dus eindigde ik dag 1 met 5000 calorieën en 2 lekkere trainingen. Niks gaat boven een overheerlijk stukje biefstuk in de ochtend. Fantastisch. Probeer het. Ik heb die hele rug lekker gesloopt. Tijdens het eten besefte ik me dat ik gewoon dik ga worden door deze challenge. The Rock is een monster van 120 kilo die natuurlijk zoveel calorieën nodig heeft. Maar ik ben een kleine bitch boy van 80 kilo. Dus mijn lichaam zet de rest allemaal om in vet. Maar hey, we moeten gemotiveerd blijven. Want heb je The Rock ooit horen janken? Dat bedoel ik. Ik ben weer bezig hoor met mijn biefstukje. Ik zeg je eerlijk, dit gaat nog wel best prima. Alleen dit went niet. Ik moet bijna elke ochtend 2 liter water drinken. Zeg vreselijk. Om mezelf te blijven motiveren ging ik nu lekker met mijn vriendin trainen. En vandaag werd die chest lekker gesloopt. Ook kantelde ik deze vis nog even. Ik werd inmiddels alweer aardig misselijk in tegenstelling tot The Rock. Every meal I'm hungry. Oh, ik moet honger houden de hele dag. Tijd voor biefstuk. Leuk, lekker saai. Echt, ik wil zo graag zout op mijn biefstuk. Wie eet nou biefstuk zonder zout? Kom op. Het went op zich wel. Op een gegeven moment als je geen zout meer eet, je raakt er zo snel aan gewend. Zo, die zit er weer in. Ik ben benieuwd wat ik op dag 4 mag eten. Oh, natuurlijk zet ik weer op mijn heerlijke biefstukje, mijn havermoutje en mijn water. Dit komt nu al mijn neus uit. Op dag 4 traint The Rock zijn schouders en ik zat hier echt lekker in. Ik trainde meer dan een uur. En merk dat elke dag andere spieren trainen best prima gaat. De finale is al in zicht. En ik ben heel erg benieuwd of deze voeding en training ervoor gaat zorgen dat ik mijn records ga verbreken. Op dag 5 pakte ik de armen even aan en kreeg ik voor het eerst deze challenge gewoon honger. Oeh, en kijk eens wat ik hier heb. Heerlijke lunch. Ik ging op dag 6 wel wat uitrusten, omdat ik op de laatste dag natuurlijk mijn records wil verbreken. Dus trainde ik wat lichter en ging ik voor de laatste keer janken om het eten. Heel kappie. Godverdamme. Het is wel lekker medium rare. Lekker salade erbij. Oeh, het moment is hier. Ik ga onder begeleiding mijn records verbreken. Maar laten we eerst even een hele gekke warming-up doen. Ik ben er klaar voor. The Rock workout. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Dat is wel een lekker trainingje, hoor. Oké,
Oké, niemand weet dus precies wat The Rock doet qua training. Het schijnt dat hij 200 kilo bencht. Dus ik ben ongeveer de helft van The Rock qua size. Dus wat nou als ik de helft van wat hij kan benchen, ga benchen? Dus ik ga 100 kilo bankdrukken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Moet ik daarvoor ook nog iets qua warming up doen of niet? Want... een backflip. Oeh. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we need flour. Hoppa. Mijn record was 85 kilo en ik ben wel heel erg benieuwd of die 100 gaat lukken. Oké, okay, wat doet de Rock eigenlijk altijd voordat hij... Ik denk dat hij zichzelf zijn gezicht slaat. Ah, ja. Kom op, hup. Iets dieper nog. Hup, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Oeh, ik ging niet heel diep bij die eerste en de tweede mislukte. Dus laten we deze nog een keer proberen. Let's go. Hup, come on, 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 come on. Yes! Deze was al een stukje dieper, maar mocht nog wel net wat dieper. Maar laten we niet zo kinderachtig doen. Deze kunnen we afvinken. Door naar de squats. Oké, ik ga nu 120 kilo squatten. En dan vraag je misschien nog waarom 120 kilo. Nou, de Rock, die weegt dus 118 kilo. Dus als ik dit zo squat, dan squat ik dus eigenlijk de hele Rock op mijn schouders. Lijkt me een leuke challenge. Dus dit was 90. Elk blok wat je ziet zijn al die maaltijden, al die biefstukken die hij dagelijks naar binnen gooit. Oh, mijn knieën, echt, oh, wauw. En dan de deadlift. En ik begon deze lekker rustig met mijn vorige record. Adem in. Heerlijk. Makkie. En laat me liggen. Ja. Nice. 150. Nog nooit gedaan, 20 kilo erboven. Focus, let's go. Hup. Yes. Yes. Yes! Woe. Hij is bijna vol, dit is niet normaal. We gaan 170 proberen. Nog één keer. Dit moet lukken, ik kom bijna van de grond. Go! Nee. Toch die 160, hè? Ik liep te hard voor stapel, nu zie ik sterretjes. Misschien lukte dit allemaal omdat ik aanmoediging kreeg van mijn trainer. Maar kijk eens even hoe deze records zijn verpulverd in 1 week tijd. En zoveel ben ik in deze week aangekomen. Qua verandering in lichaam zie je niet heel veel. Maar voor 1 weekje is dit best wel netjes. En oh, je bent vast wel heel erg benieuwd hoe een overnachting van 10 euro en 1000 euro eruit ziet. Ik heb het getest. Check het hier. Echt een top video. Kom op, klik.